iedereen, vandaag zijn we in New Military Cemetery. Dat is de begraafplaats waar Noël Chamas ligt. Nu ga ik jullie tonen waar Noël ligt. Dag beste klasgenoten, vandaag ga ik de geschiedenis vertellen van Noël Chavas. Noël was geboren samen met zijn tweelingbroer. Zijn tweelingbroer was 20 minuten vroeger geboren dan hem. En ze hebben ook niet zoveel geluk gehad toen ze geboren waren, want ze hebben alle twee geleden aan tyfus. Dus dat was ook heel erg. Daarna zijn ze samen gaan studeren, maar Noël zijn studies lagen iets lager, omdat hij had meer voorkeur naar sport. Hij had veel interesse in hardlopen en in rugby. En later, toen hij ouder is geworden, heeft hij meegedaan met de Olympische Spelen. En nadat hij dat gewonnen heeft, is hij begonnen aan zijn studies voor arts. Hij heeft zijn diploma van arts ook behaald. En daarna is hij verder gaan studeren. Is hij ook op stage geweest in ziekenhuizen. Is hij op stage geweest bij het militair ziekenhuis. En uiteindelijk heeft hij dan besloten om verpleger te worden in de oorlog. Noël is gestorven op zijn 33e. Yeah.